Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Ik heb Jordi wakker gemaakt en de flesgever aangekleed. Hier idem dito. En laat de vrijdag, of ja, het weekend maar beginnen. We hebben een super druk weekend. Morgen komt een vriend van Niels komt helpen met de zolder. En dan ben ik hier gewoon met kindjes. Ze zouden eigenlijk naar mijn ouders gaan, maar in verband met corona die we hebben gehad, hebben we gezegd van nou, mag maar even ermee. Dus vandaag, ik ga zo dadelijk heel even wat drinken en wacht op de logopediste, want daar word ik zo dadelijk door gebeld. En dan gaan we even een plan van aanpak bespreken van Jordi. Jordi is daar even niet meer geweest. En we vinden het belangrijk dat wel weer gaat beginnen. Dus we gaan eventjes kijken hoe dat we dit kunnen realiseren. Vandaag is het zo'n dag dat ik zoveel last heb van mijn kinderen. Of ja, last. Ze zijn vervelend vandaag. Ik weet niet waardoor het komt, maar ze zijn echt vervelend. Ze slapen inmiddels al even. Ik heb even echt pauze gehouden. En opgeruimd. Ik ga zo dadelijk de vaatwassen nog doen. Ik ben nu even alvast aan mijn eten begonnen. En we eten vandaag dit. En we eten er rijst bij. Lekker. Volgens mij is Sam al wel wakker aan het worden. Maar ik ga heel even zorgen dat dit aanstaat. En dan kan ik Sam zo gaan halen. Hi. Ben je wakker? Hi. Heb je lekker geslapen? Hallo. Buts. Dat is niet slim, hè? Niet staan. Zo stond hij ook. Laatst stond hij hier. Dus zat hij even mijn neus aan te pakken. Slimmerik. Hi. En nee, ik maak mijn bed niet op. Hi. Hi. Oh, wat ben je toch gezellig. Liam is wel wakker, maar hij wil zijn bed nog niet uit. Hij gaf echt aan van nee, ik wil nog niet. Nou oké, okay, dan blijf je nog even liggen. Prima. Ik ga even fles maken voor Sam. Tegenwoordig krijgt hij 's middags dit. Dan drinkt hij iets beter. Ja, dat dus. En dan ga ik mijn eten zo aanzetten. Ik heb alle luilakjes uit hun nest gekregen. Liam wou echt niet, maar ik zeg ook tegen hem. Ik zeg, hallo, je kan wakker in je bed gaan liggen. Maar je kan ook eruit. En dan krijg je chippies. Dus die is lekker chippies aan het eten. Sam is ook wat chippies aan het eten. Jordi is wat chippies aan het eten. En ik heb ondertussen nog wat gekookt. Ik ga nu daar even de keuken opruimen, want die is te vaatwassen doen. Ik heb geen zin. Als ik dat heb gedaan, als ik er zin voor heb gemaakt, dan is het allemaal zo opgeruimd hoor. Maar ik heb gewoon geen zin. Maar goed, ja. Daar ben ik mee bezig. De kindjes liggen op bed. Ik ben nu aan het opruimen. Het is inmiddels al bijna 10 uur. En ik was eventjes op TikTok verdwaald. Dat. Kijk, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Niels die moest heel eventjes nog platen halen bij de bouwmarkt voor morgen. Want morgen gaan ze hier weer klussen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En ik ben ondertussen poeier in een backscan doen. We zijn straks na het eten even gauw naar de winkel geweest. Zodat ik morgen niet hoef. En toen heb ik ook gelijk heel eventjes bij de kruidvatvoeding gehaald. En ik moest bij de Action nog een paar dingen hebben. Sam en Liam die slapen al even. Jordi is nog steeds wakker. Die is nog steeds wakker in zijn bed. Die had ook heel veel buikpijn. Dus we hebben hem ook geholpen. Ja. Wat moet ik daar nog over zeggen? Ik weet het ook niet meer. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Het is gewoon een slepend verhaal, denk ik. Het is wachten totdat hij weer botox krijgt. En ja, ik heb vandaag trouwens wel zijn logopedie gesproken. En we gaan daar weer 11 maart mee beginnen. Dus dat is alleen maar goed. Dat is positief. En waarom ga jij er niet op? Je gaat er wel op. Dus ja, al met al. Maar komt goed. Ik ga even hier verder met opruimen. En dan is het weer tijd om naar bed toe te gaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat ga je vandaag doen? Boven rotzooien. Yes. En ik ga met de kindjes zijn. Yay. En je bent hier. Dat is een beetje chagrijnig. En ik ga ergens anders te eieren, want daar krijg ik jullie zo'n fles niet, jongen. Dan is je boos. Maar goed, papa gaat dus boven aan de slag en ik ben beneden bezig. Sammy die is lekker aan het spelen. Met die knuffel. Hi joh, maar hij zit ook te etteren. Al die knuffels, Sam. Ja, alle knuffels nog aan toe. Dat is leuk. Nou, de kindjes liggen op bed. Ik heb de heren eten gegeven. Die zijn nu aan het klussen. En ik ga zelf nu even eten. Oh, trouwens, voor als je het wil weten wat het is kipkerriesalade en tonijnsalade. Zelf gemaakt. Jordi wilde niet slapen, dus heeft Niels hem maar naar beneden gebracht. Niels heeft ook zijn luier gedaan, maar hij heeft zijn onderbroek binnenstebuiten gedaan. Ja, hè. Dan kent hij hem twee keer aan. Ja. Dus ik zit met Jordi op de bank en Liam en Sam liggen te slapen. Buikpijn ervan. Nee, je moet poepen, hè? En mijn hand ook tegenhouden, hè, vriend? En? Daar. Alles is wakker. Sam die kon niet meer slapen. En Liam die is een beetje aan het rondlopen en speulen. En Jordi is nog steeds daar. Soms heb je van die momenten dat je eventjes klaar bent met je kind. Nou, die had ik dus nu. Liam die is continu aan het etteren. En Joef aan het etteren. En Jordi aan het etteren. En mij aan het etteren. En Sam liet die op zich nog wel met rust. Niels die kwam beneden zodat ik aan het eten kon beginnen. Ik zeg tegen Niels, ik zeg mijn huis uit. Met Liam, wegwezen nou. Ik zeg, ga maar een rondje lopen met hem of zo. Ik zeg, veel plezier ermee. Ik zeg, ik wil niks even met mijn kind te maken hebben. Dus die is nu even wandelen. Kan ik even rustig aan mijn eten beginnen. Want, ja, dat. Dus, ja, ik ben aan mijn eten bezig. Kan ik heel even... Ik heb echt moordneigingen momenteel naar Liam toe. Hij echt... Het kind gaat 2 worden. Hij is al bezig met nee. Hey Liam.
Nou, dan ga ik hiermee knuffelen hoor. Lekker knuffelen met de beer. Afblijven. Even etteren. Soms moet er ook gebeuren bij je kind, even etteren. Dus dat heb ik nu even gedaan. Hij eet hem al de hele middag. Niels, die moest nog heel eventjes wat wegbrengen en dat heeft hij gedaan. En nou is hij thuis, gaan een filmpje kijken. Schat? Mm-hmm. En ik had wel lekkers gemaakt. Ik had straks voor de lunch van de heren had ik ook deze salades gemaakt. En dat was op een broodje gehad. En nu hebben we het op een stokbroodje. Lekker smullen. Filmpje aan, niks doen. Goedemorgen. Sam is de hooligan aan het uithangen. Liam en Jordi liggen nog in bed. Die gaat papa zo pakken. En een fles geven. En ik ga met dit kapsel boven even poetsen. Wij gaan lekker eten. Hoi. En Sammy. En Liam. Kan je ook lekker eten, Liam? Hé? Nee. Hij is een beetje geparkeerd dat zijn filmpje op pauze staat. Hoi, hey, mama. Hallo, ik ben boven ook al klaar. Oké. Ze heeft goed van je gedaan. Ze heeft boven gepoetst. Papa zijn bende opgeruimd. En nou gaan we lekker ontbijten. Of ja, brunch is het meer nou, hè? Ja, ik weet niet, het is 10:45, dus we gaan beginnen. Wil je nog iets vertellen? Hoi! En na het ontbijt moeten we natuurlijk ook weer, of ja, brunch. In ieder geval, het is een zondagochtendritueel. Moet er ook opgeruimd worden. Niels is alvast naar buiten toe, die gaat heel de tuin vandaag aanpakken. Want ik ben van mening dat die aan buiten moet spelen. En dan gaat hij maar eens even regelen. Dus die gaat daar vandaag mee aan de slag. Het zonnetje schijnt, dus een mooie dag om de tuin af te gaan zitten spuiten. Ik ga even opruimen. Dan ga ik flessen maken voor de kinderen. En dan gaan de kinderen lekker naar bed. De kindjes liggen lekker op bed. Niels is buiten bezig. Ik heb net ook eventjes nog geholpen. Ik ben hier even een beetje aan het opruimen en het fatsoeneren. En dan, als Niels me hulp nodig heeft, dan laat hij het weten. Maar nu eerst even hier opruimen. En ja, even zitten. Want ik heb nog niet gezeten vanaf het moment dat ik opgestaan ben. Ja, met het eten heb ik even gezeten, maar dat was het ook wel. Het is altijd zo makkelijk, hè. Kijk, Niels is het ontbijt, of ja, brunch, lunch, weet ik het hoe je het wil noemen. Is het begonnen met maken en ik heb het afgemaakt. Omdat ik boven klaar was. Dus het gaat hier altijd zo. Nu kan ik hier even opruimen. Dus ja. Ik ben moe. Maar ik denk dat ik moe geboren ben. Dus ja. Ik denk dat het dan een beetje is. Jordi heeft niet geslapen. Sam is ook wakker. Liam was nog niet wakker. Niels is bezig met de tuin, zoals jullie zien. Alles wordt weer schoon. En dan kan Liam lekker buiten spelen. Kan ik lekker zeggen tegen hem, ga maar naar buiten. Ben je beu? Dat hoeft niet. Dat is niet nodig. Ja, dat doe ik toch wassen. Af en toe is het net een klein kind, hè? Ik zweer het je.
Ik heb hier ook nooit 3 kleine kinderen, maar ik heb er altijd 5. Want Joef is ook een klein kind. Maar goed, ik ga even kijken of Liam al wakker is. En dan moet ik nog even naar de winkel. Dus dan ga ik even de kindjes sokken aandoen en schoenen aandoen en zo. En even naar de winkel. Daar zijn ze lekker aan het drinken. En inmiddels is onze Liam ook wakker. En die zit lekker deze tijd bij papa te kijken. Wat papa aan het doen is. Ja, wat doet papa allemaal? Oh. Doet hij de tuin afspuiten? Zodat het weer schoon is. Dan kun je lekker buiten spelen. Ja. Inmiddels ben ik weer terug van de winkel. Jordi was een beetje in slaap gevallen, maar die is nu weer hartstikke springlevend. Niels is nog steeds met de tuin bezig. Ik laat het even zien. Hij moet dit gedeelte nog. Dit zo, dat zo. En dan is hij klaar, is mijn tuintje weer netjes. En kan hij hem buiten spelen. Dus ja, ik ga nog heel even rustig zitten. En dan dadelijk aan het eten beginnen. Dadelijk een keer, want het is pas 4 uur. We hebben gegeten. Hou nou eens je piep piep. Nee, waffel. Giet op, hij waffel. Hij waffel, hij waffel. Wij hebben gegeten. Niels is nog even de laatste dingetjes opruimen. En dan laat ik in de volgende vlog zien hoe dat het eruit ziet. Ja, ik heb hier nog een toetje waar Liam op zit te azen. Maar die is op. En ik heb ook nog even contact moeten hebben met de eerste hulp van het Radboud. Liam, stopt nou eens. Omdat Jordi een flinke theelepel bloed heeft gepoept. Nou kan dat meerdere redenen hebben. Het kan als reden hebben, omdat wij hem vrijwel dagelijks nu helpen, dat de canule iets geraakt heeft van de darm, waardoor dat er bloed uitkomt. Het kan zijn dat er een ontsteking zat die aan bloed is gegaan. We moeten hem sowieso in de gaten houden de komende 24 uur. En we worden morgen ook nog eventjes door de kinderchirurg gebeld om te vragen hoe dat het gaat. Ja, hij heeft gewoon bloed gepoept. Dat is het eigenlijk. We gaan hem daar nog wel helpen met poepen. Want hij heeft vandaag vrijwel niet gepoept. Een paar keer een veegje en dat was het. Dus hij moet geholpen worden. Maar wij hebben ook nog andere opties gelukkig. Dus, want we hebben ook nog een ijzeren staafje die we mogen gebruiken. Dus aan de hand daarvan kunnen we ook zien of er bloed nog bij zijn ontlasting zit. En dan moeten we nu gewoon even in de gaten houden. Hij is niet suf, hij is gewoon vrolijk. Kijk maar, want hij zit gewoon lekker gezellig zo. Dus het is niet zo dat hij ziek oogt. Alleen ik had het nog nooit gehad. Wel van gehoord, maar nog nooit gehad. Dus ik moest heel eventjes contact hebben met de chirurg. Of met de kinderarts, kinderchirurg. In ieder geval met de dienstdoende arts. Om eventjes te sparren wat ik moest doen. En als hij suf of wat dan ook begint te worden, dan moeten we wel bellen en komen. Maar dat is nu helemaal niet aan de hand. Dus ja, het kan zijn dat ik net iets geraakt heb met de canule. Kan. Maar ja, hij heeft het vandaag net voor het eerst gehad. Of ja, net. Ik denk inmiddels een uur geleden. Eerder heeft hij het dus niet gehad. Dus het is gewoon heel even afwachten nu. Ik heb wel gezegd dat ik dit nog nooit heb meegemaakt en dat ik het dus niet weet. Dus vandaar dat ze er ook heel serieus mee zijn. Dus dat gaan we zo doen. Hij zei wel van als je het echt niet vertrouwt, zegt hij, kun je altijd komen. Ik zeg nou ja, ik zeg als jullie zeggen dat het zo of zo kan zijn, dan vertrouw ik daar ook op. Want hij is niet verdrietig, buikpijn of wat dan ook.
Dus wat dat betreft moet ik zeggen dat ik daar wel weer een beter gevoel of zo. Ja, ik kan het niet uitleggen. Je moedergevoel is belangrijk. En mijn moedergevoel zegt wel dat er niks ernstigs aan de hand is. Maar ik heb het nog nooit meegemaakt. Dus ik kan hier niet zomaar zeggen van zus of zo. Dus vandaar dat ik even moest sparren met de arts. Soms moet dat gewoon eventjes. En hij vond het ook fijn dat ik belde en dat ik niet met hun gevoel bleef zitten. Dat zei hij ook. Hij zegt, Peter, gewoon bellen en sparren en kijken hoe we je kind kunnen helpen. Dus dat hebben we besproken. Dus wij gaan dat doen. Waarom ben jij weer hier? Mama dacht, ik ga hier zitten, dan heb ik even rust. Ik heb geen rust. Ik heb nooit rust. Nee. Dadelijk gaan jullie een bad. En dan gaan jullie je nest in. Ja. Ja, dan gaan jullie je nest in. Jordi die heeft net met papa even gedoucht. Niels is nu even aan het afdouchen. We hebben hem nog even geholpen. Er kwam wel een dun laagje poep met bloed eruit, zeg maar. Zo'n heel dun. Dat je ziet, zeg maar, dat er poep, zeg maar, uitzijpelt. Of bloed uitzijpelt. Maar niet zo veel als dat we hebben gehad. Dus dat is goed. Nu is hij zijn fles aan het drinken met Marco Gol. Hij is hartstikke moe omdat hij straks in principe niet geslapen heeft. Ja, hij heeft geknikkerbold in de bolderkar. Knikkerbol is dat. Ja, hij is nu zijn fles aan het drinken. Ik heb hem ook eventjes heel goed gemasseerd. Dus zeg maar zijn voeten gemasseerd, zijn beentjes gemasseerd, zijn buik gemasseerd. Ik heb hem echt even een volledige massage gegeven. Waardoor hij nu helemaal relaxed is. Dus dat is een voordeel. Nu gaat hij even zijn flesje opdrinken en is hij half in slaap gevallen. Hey, wie is dat nou? Sammy, hè? Ik ben nu zo boos te kijken. Zet de tv maar eens gewoon aan. Toet, toet. En dan kijk je blij. Toet, toet. Sammy wou niet slapen. Sammy heeft een beetje rode wangetjes. Ik denk dat de tanden doorkomen. Mm-hmm. Dus ja. Ik ga nog heel even wat opruimen. Ik moet nog even de keuken doen. En eventjes brood smeren en fruit snijden. En dat soort dingen allemaal voor morgen. En dan is weer bijna tijd om ons nestje in te gaan. Mm-hmm. Dus bij deze. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.